vandaag zittend. Kom maar zitten in een positie wat je fijn vindt. Misschien wil je een dekentje voor wat verhoging, zodat je wat hoger zit. Dat is altijd lekker. Kom in kleermaker zitten of met je voetstappen tegen elkaar of benen gespreid. Plaats je handen op je benen en kies een punt in de ruimte waar je aandacht op kunt richten. En adem maar in door je neus. Adem maar even uit door je mond. Om goed contact te maken met je adem. Adem maar in door je neus. En blaas maar uit door je mond. Alsof je door een rietje blaast. Herhaal. Adem maar in door je neus. En adem maar uit door je mond. Dit herhalen we nog twee keer. En misschien voel je wel op je uitadem. Eventuele spanning in je nek en je schouders op je uitadem, dat je dat kan laten zakken richting je zitbotten. Neem je natuurlijke adem aan en blijf die golvende beweging van je adem volgen. In door je neus en uit door je neus, een beetje langs je keel gaat de lucht. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Voel maar hoe je buik wat opbolt op je inadem en daalt op je uitadem. Adem in. En adem uit. En na elke uitadem is daar een moment van stilte voordat je weer inademt. Luister daar maar naar. Stilte na die uitadem, laten we dat even rekken. Dus blijf zo lang mogelijk stil, totdat je merkt dat die prikkel weer komt om in te ademen. Plaats je beide handen op je knieën en maak een ronde rugkuit richting je navel. En adem in, lift je borst op, open je borst en adem uit. Is het lekkerder om dat van je dekentje af te doen? Dus is het een beetje wankel. En adem in, reach. Dus adem uit, rondschuiven. En adem in, verlengen. Adem uit, rond. En adem in. Verlengen. Goed.
strek je linkerbeen ver weg naar voren. Plaats je rechtervoet in één lijn met je zitvlak. En sla je linkerarm maar om je been heen. Verleng op de inadem. Duw je heel goed weg naar voren. En twist. We blijven in elke houding zo'n 3 in- en uitademingen. En voel dat je kan verlengen op elke inadem. En wellicht nog een beetje verder openen op je uitadem. Op je inadem, verleng. En op je uitadem, verdiep. Kom terug in het midden, strek je beide benen naar voren. Beweeg je beide armen in de lucht, adem in. En op je uitadem, kom naar je neus naar kniehouding. Vooroverbuiging, met je knieën en jouw strekking. Laat je hoofd hangen. Je bovenrug wordt rond. En je laat je armen steunen. De vloer. Het is nog vroeg, dus in de ochtend voel je dan altijd wat meer stretch, wat meer spanning. Sommige mensen benoemen het als stijfheid. Ga er vooral niet doorheen duwen. Je mag een lichte stretch ervaren. En op je uitadem ontspan. Roll up, adem in. Adem uit, plaats je linkervoet in één lijn met je linker zitpot. En we slaan onze rechterarm om ons been. Twist weer. Adem in lengte. En adem uit. Kijk wat verder over je schouder weg. Adem in door je neus. Voel je lengte in je rug. En adem uit. Hou je bovenbeen dicht bij je borst. En blijf zacht in je houdingen. Cirkel je kin over je borst. Trek je beide benen weer weg naar voren. Adem diep in. En kom naar voren. Wat voel je in je lijf? Waar voel je de spanningen? Waar voelt het rustig? Zonder te oordelen. Lukt het je om die eventuele spanning op je uitadem nog wat meer te verzachten? Roll up. Adem in. En vanuit hier kruisen we de voeten en rol je over je knieën naar je all-fours positie. Handen en knieën. Knieën wat naar buiten, tenen bij elkaar en beweeg naar je child's pose. Arm in een V boven je hoofd en beweeg je voorhoofd richting de mat. Compressie op je schouders. Stretch over je hele wervelkolom. Beweeg weer terug, al voor positie. Knieën heupbreedte uit elkaar. En beweeg je rechterbeen naar achter. Adem in, beweeg je linkerarm naar voren. Maak je rug helemaal lang. Adem uit, plaats je handen onder je schouders. Je linkerhand onder je schouder en stap rechts. Dicht bij je rechterduim. Lift je linkerknie en beweeg je knie een klein stukje verder naar achter. Totdat je de stretch ervaart. Over je heupbuigerspier en beweeg beide armen in de lucht. Adem in lengte. Adem uit. Buig je ellebogen. En beweeg je armen naar voren, naar beneden en naar achter. Alsof iemand aan je polsen trekt. Plaats je handen weer terug naast je voet. En beweeg naar je flying dragon. Haal je bovenlijf dicht bij je bovenbeen. En ervaar de stretch ook hier weer over de achterkant van je been. Adem uit, zink wat dieper. Adem in, voel die ribben wat uitzetten op je inadem. We buigen onze rechterknie. Beweeg weer terug naar all-fours positie. Laat je handen vooral staan, vingers gespreid. Tenen tegen de mat. En beweeg naar je downward facing dog. Hoge plank, adem in, schouders boven je polsen. En weer terug naar je downward facing dog. Huisje maken, adem in. Schouders boven je polsen, adem uit. Kom langzaam in die strekking. En nog één keer, adem in, schouders boven je polsen. En beweeg je stuit in de lucht. Laat je hielen wat zakken. Terug naar je knieën. Strek je linkerbeen naar achter. Strek je rechterarm naar voren.
Plaats je hand terug en stap links, dicht bij je linkerduim. Adem in, armen komen omhoog. Voel of je rechterknie goed is, of de afstand goed is, of je de stretch ervaart over de voorkant van je dij. Zo niet, lift je rechterknie en laat hem een klein beetje naar achter bewegen. En buig je ellebogen, wild arms. Open je borst, armen komen via voor. Heel sierlijk, naar beneden en naar achter. Plaats je handen terug en beweeg via je knieën. Heupbreedte uit elkaar, bal van je voeten tegen de mat. Terug naar je downward facing dog. Adem in, kom naar je hoge plank. Twee schouders boven je polsen en duw weer naar achter. Voel de steun van de vloer onder je. En zet maar wat af van de vloer. Wand is actief, navel in en op. Laat je hoofd helemaal hangen en wandel met je voeten tot tussen je beide handen. Voeten heupbreed uit elkaar. En vanuit hier mag je je handen onder je bal van je voeten plaatsen. En beweeg het gewicht wat meer naar je tenen. Laat je hoofd maar hangen. Voel jouw stretch over de achterkant van je benen. Voel je het helemaal in je zitbotten. Buig je knieën dan een klein beetje. Adem nog een keer vol, diep in en uit. Adem uit. Haal je handen onder je voeten vandaan. Plaats je vingertoppen voor je tenen en strek de rug. Strek je armen, flat back, verlenging en release. Laat je hoofd en schouders weer zakken en roll off, wervel voor wervel. Mooi, kom voor aan je mat. Zijn al een beetje warmer. Voeten heupbreed uit elkaar en beweeg naar je chair pose, je stoelhouding. Handen komen bij elkaar boven je hoofd en beweeg je duimen tussen je schouderbladen. Hou die borst op. Adem in, strek jezelf lang naar je berghouding. En kijk naar een punt op het plafond en daar wijs je met je wijsvingers naartoe. Adem uit, laat je armen zakken en stap je rechtervoet naar achter voor je krijger 1 houding. Handen om je heupen, beweeg de ellebogen naar achter. Beheer die verlenging. Armen gaan naar voren, adem in. Kom horizontaal met de vloer. Voel je achterste voet tegen de mat en sla je rechterarm om je linkerbeen heen. Volg je linkerarm ver naar achter. Open je linkerschouder. Voel beide voeten stevig op de vloer. We plaatsen de handen aan de weerszijde van de voeten. Stap je rechtervoet bij. En dan rol weer omhoog. Alle stramme plekjes goed door bloed krijgen. Zodat het soepel voelt aan het einde van de les. Adem in. Chair pose. Beweeg je handen tussen je schouderbladen en lift je borstbeen een klein beetje meer om te openen. Iets meer druk op je onderrug en strek. Misschien kunnen we iets verder buigen in die bovenrug. Kijk wat verder langs de lucht weg en wijs met je wijsvingers naar die plek in de lucht. Laat je armen zakken. En stap je linkervoet dit keer weg naar achter. Hielen in een lijn. Tenen van je linkervoet iets naar buiten. En beweeg beide armen in de lucht. Zit af van de vloer. Kom naar voren. Adem uit. Sla je linkerarm om je rechterbeen. En volg je rechterarm naar achter. Drie ademhalingen. Plaats je handen. Stap je linkervoet bij. Voeten heupbreed uit elkaar en rollen. Helemaal alles recht boven elkaar om te stappen met links naar achter. Grote stap. Draai je tenen naar de lange zijde van je matje.
En check of je voeten goed staan door je armen te spreiden. En check of je voeten recht onder je polsen staan. Zo niet, maak hem iets groter of juist iets kleiner. Dan gaan we over je rechtervoet, over je rechterhiel en buig je rechterknie. Krijg er twee posen. Kijk ver weg, langs je middelvinger. Strek ons rechterbeen op. En wijk naar rechts, kom uit je looplijn. En plaats je hand daar waar die uitkomt, zacht op je scheen of aan de binnenkant van je kuit. En beweeg je linkerarm mee de lucht in. Voor de gestrekte driehoekshouding. Kijk verder ruimte in. En op je inadem maak je lang. Aan je linkerhand omhoog. En op je uitadem zink je wat dieper. Waak over je rechterknie. Die blijft zacht. Duw de vloer maar weg onder je voeten. En voel de lengte van je stuit tot aan je kruin. Kijk naar je voet. Adem in. Omhoog aan je linkerarm, aan je kruin en draai je tenen weer naar het midden. Handen omvatten je heupen, lift je borst op, adem in. Adem uit, kom horizontaal met de vloer. Gewicht boven je voeten, armen gaan opzij. Heel sierlijk. En we draaien door onze rechterhand op de vloer te plaatsen en onze linkerhand in de lucht. Je mag je knieën buigen. Als dat fijner is om de vloer te raken. Open maar. Een wijk ver. Wissel. Linkerhand tegen de mat. Rechterarm gaat de lucht in. Plaats je rechterhand terug. Draai je rechtervoet wat open. En wandel met je handen naar je rechtervoet. Buig je rechterknie wat dieper. En je linkervoet flext. Je mag de vloer vasthouden of je handen in bidhouding voor je borst. Namaste voor je borst. Ervaar de stretch in de binnenkant van je linkerbeen. Kracht in je rechterbeen. En beweeg je rechterknie goed naar buiten, richting de tenen. We plaatsen de handen weer terug. Wandel terug in het midden. Tenen draai in. En roll up. Laat je armen lekker hangen. Mooi, adem in. Open je linkervoet, over je linkerhiel en buig je linkerknie. Rijk de armen ver weg. Stuit onder je. En dit sluit in langs het midden van je buik. En strek maar je linkerbeen. Kom uit het lood. Adem in, adem uit. Daar waar je hand uitkomt is genoeg. Je hebt het gevoel dat je tussen twee glazen platen staat. Dus je beweegt je heupen wat meer naar voren. Je spant je buikspieren op door je navel in en op te bewegen. En je creëert lengte door je armen weg te reiken. Kijk naar je voet en kom omhoog aan je rechterarm. Draai je tenen in. Handen komen om je heupen en lift de borst op. Vanuit hier komen we horizontaal. Armen zijwaarts. Linkerhand eerst op de vloer en open tegelijkertijd je rechterarm. Op je uitadem terug en lift je linkerarm. Buig jezelf maar lekker uit. Plaats je hand terug en we wandelen naar onze linkervoet. Draai je tenen wat meer naar buiten en flex je rechtervoet. Je mag de vloer vasthouden voor je balans of handen in namaste voor je borst. Kijk maar naar je rechtervoet. En wandel terug met je handen op de vloer. Terug in het midden, tenen draaien in. Verdiep op je uitadem en op je volgende inadem. Roll. Buig bij de knieën. We stappen voor aan onze mat. Adem in. Cirkel je armen via zij mee omhoog. Adem uit. Kom met een lange rug naar voren. Adem in. Strek de rug. Hou contact met de vloer. Adem uit. Plaats je handen door je knieën wat te buigen. En stappen rechts, links naar achter. Hoge plank. Buigen richting de mat. Je mag ook op je knieën komen. Buig de ellebogen.
liggen op je mat. Point je voeten en lift de borst op voor je cobra. Adem uit, via laag. Knieën, tenen, downward facing dog. We liften onze rechterbeen dit keer. Adem in. Zo hoog als gaat. Blijf afzetten van je handen. Laat je linkerhiel wat zakken. En beweeg je rechterknie achter je rechterpols. Voor de swan pose. Linkerbeen naar achter. En duw jezelf wat weg bij je hiel. Net zo ver totdat je linkerheup dicht bij je rechterhiel landt. En we komen naar beneden. Adem uit. Ervaar de stretch over je rechterbil. Blijf je linkerbeen wegstrekken. En blijf je armen wegreiken naar voren. Plaats je handen terug. Lift je borst op. Adem in. Plaats je linkerbal van je voet tegen de mat. En beweeg weer terug naar je downward facing dog. Adem in, kom naar je hoge plank. Adem uit, buig je ellebogen, kom plat liggen op je buik. En op de volgende inadem, lift je je borst op. Adem uit, via de knieën. Bal van je voeten, naar je downward facing dog. Misschien merk je dat er steeds meer ruimte komt in je onderrug. De achterkant van je benen. En lift je linkerbeen in de lucht. Knie achter je linkerpols, schuif je rechterbeen naar achter en smelt met de vloer. Hou je aandacht dicht bij je adem. Voel de druk van de vloer tegen je voorhoofd. Ontspan ook je mind, je gedachtes. Laat ze zakken. Los te komen van je mind is je adem volgen. Handen om je schouders, lift je borst op, adem in. Bal van je voet tegen de mat en kom maar weer terug naar je downward facing dog. Hou het zacht, adem in, hoog plank, laatste keer. Adem uit, laag plank. Adem in, cobra. De neus ademen via de knieën, de bal van je voeten naar je downward facing dog. En wandel met je voeten tot tussen je beide handen. Om te gaan zitten voor aan je mat. Voetzolen tegen elkaar, knieën naar buiten. En sla je armen maar om je voeten of om je benen. En laat je hoofd hangen voor de zittende butterfly. Op je uitadem zink je wat dieper en op je inadem voel je die opwaartse beweging. Op je uitadem verdiep. Beweeg jezelf omhoog, roll up. Beweeg je knieën naar elkaar toe en dan bewegen we naar onze boot. Armen beide naar voren en strek maar om en om. Je rechterbeen naar achter, dan kom je iets naar achter voor de buikspierversterking. En linkerbeen naar voren. Vind je balans in het midden. Adem uit. En adem in. Het helpt je ook om te focussen. Dus kies een punt inderdaad waar je aandacht op richt. Draai je elleboog een klein beetje naar binnen. Voel die schouderbladen op je rug plat. Herhaal dit nog twee keer. En nog één keer. Plaats de voeten neer. Plaats je handen achter je. Met je vingertoppen naar je zitvlak toe. En we komen voor de neervasana. De omgekeerde plank. En let op je nek. Je nekwervels blijven altijd in één lijn met je wervelkolom. Dus let op dat je je hoofd niet te veel naar achter laat hangen. Maar draag je hoofd, alsof je je hoofd op een kussentje legt. En
Misschien voel je een compressie aan de voorkant van je schouders. Dat klopt ook. Je schouders zijn een beetje ingedraaid. En kom naar beneden. Heb je daar een blessure aan de voorkant van je schouders? Dan mag je ook proberen om je vingers naar achter te draaien en het dan te doen. Heb je daar nog last? Sla deze dan over. Oké. We strikken beide benen weg naar voren. Armen naar voren. En roll down. Liggend op je rug. Met je arm in de V, schuin boven je hoofd. En je mag er nu voor kiezen om je benen om en om op te tillen. Of beide benen als uitdaging voor je buikversterking. Twee benen tegelijk. Ja, maar word je bewust van het aanspannen van je buik. Dus aan jou de keuze. Hè? Of één been tegelijk de lucht in. Dat is iets zachter voor de rug. Of twee benen. Dus strek je benen. Maak de benen aan de achterkant lang. Duw je stuit wat steviger tegen de mat. En lift twee benen in de lucht. Mooi. Plaats je handen neer. Plaats je beide voeten tegen de mat. En we bewegen naar onze bridge pose. Dan rijd je vingers maar richting je hielen. Alsof je je hielen wil vastpakken. En misschien kan je erbij. Misschien kan je je hielen vastpakken. En adem hier weer voor 3. 2. 1. Roll down. Armen komen opzij, schouderbreedte. Strek je rechterbeen in de lucht. En laat je been maar helemaal overzakken naar links. En je hoofd draait naar rechts. Been is gestrekt. Zodat je ook nog een stretch hebt over de achterkant van je been. En met je linkerhand mag je je been supporten. Misschien nog een stukje hoger bewegen voor meer rek over de achterkant van je been. Adem maar uit. Voel dat je rechterschouder wat zakt richting de mat. En beweeg beide knieën op elkaar. Terug in het midden. En strek je linkerbeen in de lucht. Adem in. Adem uit, laat je benen helemaal overzakken. Gestrekt, sorry. En plaats je rechterhand op de buitenkant. Je arm beweeg je ver weg. En je voelt misschien wel de compressie een beetje in je onderrug. Het mag er zijn, mild. Altijd mild. Is te heftig. Buig je knie dan een beetje. Of laat je benen te zakken. En beweeg beide knieën op elkaar. Terug in het midden. En kom naar je Savasana houding. Je mag je handen op je buik. Of naast je lichaam. Jullie mogen lekker een dekentje over je heen. Als het koud is bij jullie in huis. Hier is het ijskoud. Maar er wordt straks nog gespind hier, dus ik laat het maar even. En tijdens de Savasana mag je je ogen sluiten. Je mag ze ook open houden. Alleen een beetje half dicht. En probeer een echte focus op één punt in de ruimte. En laat je maar lekker meenemen in deze meditatie. 5 minuutjes doen we de meditatie. En laat je adem maar stromen in en uit. Dus maak weer goed contact met die ademhaling. In door je neus. Uit door je mond of neus. Misschien vind je het fijn om heel even door je mond te ademen. Om je adem goed te horen. En laat nu maar je buikspieren helemaal los. Je borstspieren. En ervaar weer die steun van de vloer onder je lichaam. Verzacht op elke uitadem. En door alles wat we net hebben gedaan, ben je waarschijnlijk al dichter in je lijf. Kost het je minder moeite om ook je mind te ontspannen. Je gedachten alle kanten op gaan. Stel je dan voor dat je op
op de rand van een meer zit. Aan de kant. En het water wat voorbij gaat, wat voorbij stroomt, is alles wat in jou leeft, al je gedachten. En je kijkt ernaar en je hoeft er helemaal niks mee. Je gaat er verder niets mee aan de slag. Je laat het water gewoon voorbij gaan. Voorbij stromen. En als je merkt dat je wel meegaat met je gedachten, dan klim je gewoon weer op de kant. Dan ga je weer kijken naar het water wat stroomt. Wees welkom in mijn hart. En maak je hart voor je gevoel maar groot op elke inadem. En op elke uitadem nodig je die emotie weer uit in je hart. Adem in, maak dat ook maar zo groot. Alles is in je hart welkom. Ja tegen het leven. Dus maak het hart maar groot. We noemen dat 4D, hartniveau. En blijf door je hart ademen, net zo lang, totdat die emotie helemaal welkom is en eigenlijk het lichter wordt. Die emotie die is dan opeens weg. Misschien dient er zich een andere emotie aan. Doe hetzelfde. Wees welkom in mijn hart. Sorry dat ik je zo lang heb onderdrukt. Verdriet, boosheid, alles mag er zijn. Dan gaan we naar 5D. De ruimte om ons heen, de energie om ons heen, de zon. Stel je maar voor dat er een zon schijnt boven je hoofd. En laat je lichaam maar helemaal opvullen met dit zonlicht. Elke cel slurpt het licht op. Laat het licht maar naar buiten schijnen alsof je zelf de zon wordt. Vul je hele huiskamer op met dit licht. De stralen van jouw zon. En je hele systeem reageert daarop. En misschien kan je je zonnestralen nog verder verspreiden. Misschien wel door je hele straat. Door heel Heemstede of door heel Haarlem. Jij je zon groter. Je hoeft het verder niet te analyseren of je oordeel erover te hebben. Het is er gewoon, je straalt. Je doet. Op je uitadem kom je weer terug, liggend op je mat. Neem dit zonlicht mee in je dag in. Word je je bewust, weer bewust van de ruimte om je heen, je lijf. Als
je eraan toe bent, open je je ogen. Je mag ook nog even blijven liggen als je lekker daar ligt. Nog een paar minuutjes bijkomen. En als jij eraan toe bent, dan kom je overeind tot zit.